Mike, daar zitten we weer. Wat is er gebeurd? Ja, het lijkt wel alsof je nooit bent weg geweest. Maar uiteindelijk is het natuurlijk maar een halfjaartje officieel weg geweest eigenlijk. Ook als het seizoen eigenlijk vorig jaar 8 maart, volgens mij was de landsvest tegen PSV. Maar goed, ik ben in ieder geval blij dat ik weer terug ben. Het voelt in ieder geval weer als vertrouwd als je de klik aan binnenloopt. Hoe is het afgelopen half jaar voor jou geweest? Ja, leerzaam. Alleen misschien niet op de manier waarop je had gehoopt. Alleen ja, weet je, ook, dit hoort ook bij voetbal. Wat ik zeg, ik heb eigenlijk de laatste, ja, eigenlijk alles gespeeld altijd. Ook bij Heracles. Misschien alleen in het begin niet toen ik bij de selectie kwam. Ja, dan kom je toch nieuw land, nieuw club, ja, nieuwe gewoontes. Ja, geen vrienden en familie om je heen, alleen mijn vriendin was er dan. Ja, dan ook nog het hele corona vooral erbij. Dus ja, het was allemaal was nieuw, het was wennen. Alleen ja, uiteindelijk, ik heb ook mooie momenten gehad. Alleen ja, uiteindelijk te weinig gespeeld. Ja, de training werd ontslagen volgens mij was het begin november. En ja, toen was eigenlijk voor mij het boek ook wel dicht. Ja, want de eerste maanden speelde je geregeld onder Philippe Cocu. Toen hij werd ontslagen, toen was het ineens helemaal klaar voor je. Ja, ik zeg, de voorbereiding ging echt best goed. En ja, gewoon goed gespeeld. En stond ook gelijk in de basis in het begin van het seizoen. Alleen als team draaien we niet top. En ik moet ook eerlijk zijn, kijk, die wedstrijd heb ik zelf ook niet goed gespeeld. En ik kreeg nog een ongelukkige rode kaart in de beker tussendoor. Dus ja, dan begint toch niet helemaal lekker. Ja, ook even met Philippe Cocu over gehad. Hè, van, ja, toch even tijd om aan te passen. Net weer andere speelstijl, andere manier van voetballen. Dat is allemaal geen probleem. En daar heb ik even een aantal weken op de bank gezeten. Of twee, drie weken. En dan heb ik een invalbeurt gehad tegen Cardiff. Dat ging eigenlijk goed, ook al was het maar een kwartiertje. Ja, die wedstrijd daarna stond ik eigenlijk gelijk in de basis tegen Bournemouth. Ja, goed gespeeld, iedereen was heel tevreden. En toen dacht ik van, we zijn er, lekker. En ja, in die week werd de trainer eigenlijk ontslagen. En ja, die week daarna zat ik niet eens meer bij de selectie. En ja, dat heeft eigenlijk geduurd tot volgens mij 28 december. Toen zat ik wel weer bij de selectie tegen Birmingham uit, tegen Michael Kieftenbelt. En ja, de 1 januari heb ik nog op de bank gezeten tegen Sheffield Wednesday. Tegen Joey Pelepessi, die ik wel nog goed ken van de Heracles natuurlijk. Dus ja, uiteindelijk toen Philippe Cocu ontslagen was, ja, toen zat ik eigenlijk nergens meer bij. En ja, dan weet je hoe dat ook kan gaan in het buitenland. Ja, mis je dan zo aan het spelen, maar ook je vrienden en familie, dat je dacht, ik wil weer terug naar Nederland? Ja, uiteindelijk wel. Kijk, ik heb ook met mijn zaakwaarnemer over gehad, met mijn ouders, met mijn vriendin. Van, ja, kijk, voor mij is het vervelend als je daar zit zonder vrienden en familie. Maar ik ga nog naar de club toe. Hè. Ik ga nog naar de club trainen, ja, in het begin dan wedstrijden spelen. En voor mijn vriendin bijvoorbeeld, die kon niks. Die zat thuis. Ja, je vindt maar eens een nieuwe job. Dat kan ook niet met deze corona-periode. Er zijn zoveel mensen die hun baan al hebben verloren. En ja, vindt dan maar eens een nieuwe baan. En, ja, voor haar was het ook vervelend. En, alleen ja, de hele situatie, je bent er om te voetballen. En, ja, kijk, dan kan je nog wel blijven zitten en mijn geld pakken, maar ja, ben ik toch te veel voetballer voor. En, ja, in Nederland heb je het ook gewoon prima, meer dan prima zelfs. Dus ja, de keuze was eigenlijk vrij makkelijk. Waren er meerdere clubs geïnteresseerd? Waren ze meteen bij Groningen van, nou, kom maar weer terug? Ja, nou ja, kijk, ik moet zeggen, ik heb eind december wel even contact gehad met elkaar. En, ik heb zelf even met Marc-Jan gesproken toen al. Ja, ik heb best wel veel contact gehouden, ook met de trainers altijd, die me ook wel berichten stuurden. En probeer je ook op te beuren en ja, gewoon door blijven gaan, hard blijven trainen. En dat heb ik eigenlijk ook altijd gedaan. En ja, dat, iedereen is nu in ieder geval daar heel positief over. Ik kreeg daar toch leuke berichtjes van de mensen van Derby. Het ook enorm gewaardeerd werd. En ja, dat doet je dan wel goed, alleen ja, uiteindelijk had ik er niks aan. Want ik speelde niet. En, ja, zeg, de keuze was makkelijk voor mij in ieder geval om naar Nederland te gaan uiteindelijk. Ik was ook van een Duitse club geïnteresseerd en ja, dat leek eigenlijk best wel de goede kant op te gaan. Ja, vorige week eigenlijk nog, of 2 weken geleden nu. Ja, toen kwam Groningen, moet ik even denken, vorige week zondag. En ja, toen kwam het eigenlijk best wel aan de stroomversnelling. En ja, weet je, uiteindelijk als ja, voor mij, kijk, Groningen en ook Heracles, dat zijn voor mij speciale clubs. En, ik heb hier enorm goede tijd gehad ook de laatste 3 jaar. Dus ja, uiteindelijk dan kom je met elkaar in gesprek en ja, dan heb je wel de intentie om eruit te komen. En, ja, ze waren allemaal heel blij dat dat gelukt is. En ja, dat geeft je ook gewoon een goed gevoel. En ik heb ontzettend veel berichten van supporters gekregen op social media en ook gewoon berichten op mijn telefoon. En van, ja, kom alsjeblieft terug, bla bla. En ja, weet je, dat doet je gewoon goed. En dat heeft ook zeker wel het extra zetje gegeven nog. Dan ga je wel voor 3,5 jaar hier weer tekenen. Ja, dus nee, dat was ook eigenlijk wel een voorwaarde om toch een wat lang contract te tekenen nu. Ik had natuurlijk nog een goed contract bij Derby voor 2,5 seizoen.
Dus ja, dat was ook mijn, dat was in ieder geval mijn insteek, maar ook van de club uiteindelijk. Kijk, in het begin was eigenlijk de mogelijkheid om alleen om verhuurd te worden. Daar heb ik met Groningen over gesproken, dat was minder interessant voor hun, wat ik ook begrijp. Alleen ja, hun wilden ook graag voor een lange periode samenwerking aangaan. En ja, dat was voor mij ook eigenlijk wel ja, een must, zeg maar. En ja, dan, uiteindelijk kom je dan snel tot de conclusie van ja, dan is dit gewoon een topoplossing. En ja, uiteindelijk is Derby ook gewoon meegewerkt en daar ben ik ze ook dankbaar voor. Maar... Ja, hoe ben je daar dan uitgekomen? Ja, nou ja, kijk, eerst wilden ze hem niet laten gaan, niet definitief. En ja, toen wou ik dan maar verhuurd worden. Ja, uiteindelijk gaan ze toch liever dat ik uiteindelijk wel gewoon kon gaan, zeg maar. Dan konden ze ook nieuwe spelers halen. Ja, zo uiteindelijk heeft iedereen aan water bij de wijn gedaan. Derby, Groningen, ikzelf. Ja, wat ik zeg, dan is dit eigenlijk een topoplossing. Hoe heb je FC Groningen gevolgd de afgelopen half jaar? Ja, nou ja, ik denk dat van de 17 wedstrijden op dit moment heb ik de 15 wel gezien. En ik kon daar gewoon, ik had een Ziggo abonnement nog hier in Nederland. Dus ik kon gewoon met de Google Chromecast kon ik gewoon tv kijken daar. Alleen ja, door die Brexit werd dat ook werd dat niks meer vanaf januari. Dus ik heb de ene laatste wedstrijd niet gezien. Maar voor de rest heb ik eigenlijk alles gezien altijd. En ik keek altijd in Nederlands voetbal nog steeds. En ja, dan kriebelt dat toch weer om ook daar te gaan voetballen. Ja, hoe kijk je dan nu naar de ploeg? Want het gaat goed. Ja, ze doen het hartstikke goed. En, ik denk dat de club en supporters ook heel tevreden zijn. En als je nu 31 punten hebt na 17 wedstrijden, als ik het goed heb, dan heb je het gewoon ontzettend goed gedaan. Een hele goede eerste seizoen zelf gehad. Het is scoren makkelijk. Hè. Ik denk dat je toch wel de spits hebt die voor mij al 7 goals gemaakt heeft. En dat is gewoon goed. Wat ik al ken ook van de staf en van de manier van werken, dat het toch heel vaak gewoon als collectief heel goed staat. En dat ze toch ook daardoor de wedstrijd toch over de streep trekken. En, ja, wat ik zeg, ik denk dat iedereen heel tevreden is op dit moment. Alleen het kan en moet altijd nog beter. Wordt een mooie uitdaging voor je om je terug te knokken in deze ploeg? Nou ja, zeker. Kijk, dat is ook, kijk, niemand zegt tegen jou dat je gaat spelen. Alleen uiteindelijk haal het je ook niet voor niks. En, ik denk dat ik de laatste 3 jaar heb laten zien dat ik ook van meerwaarde kan zijn. Of van meerwaarde kan zijn voor de club, voor de ploeg. En ook voor deze ploeg hoop ik. Maar ik moet het wel eerst laten zien. Gewoon hard gaan trainen en dan gaan we zien wat er gaat gebeuren.